Veel agenten op de been woensdagochtend bij een huis aan de Bisschopsmolen in Eindhoven. De reden was een schietincident. Daarbij trok een agent zijn wapen en schoot. Een persoon raakte gewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat het schot gelost werd om een einde te maken aan een zeer dreigende situatie.